Hi jongens en meisjes, ik ben Tessa Veldhuis, presentatrice en voormalig profrugbyster. En voor het NOC-NSF Sportcollege gaan we in gesprek met niemand minder dan Rico Verhoeven, Jaren van Kerkhof, Roy Meijer en Celeste Plak. En deze sporters gaan we eens flink aan de tand voelen over thema's als tegenslag, mindset of bijvoorbeeld persoonlijke doelen. Ik ben benieuwd wat ze te vertellen hebben. Laten we beginnen. Hey. Hoi. Hallo. Hey. Hey. Hallo. 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 Dankjewel. Kom maar op. Doelen stellen is het duidelijk bepalen van wat je wil in het leven. Hiervoor heb je een plan nodig en daar ga je je iedere dag aan houden. Topsporters doen dit om de top te bereiken en zij zijn er goed in. Ik ben benieuwd naar hun tips. Celeste, welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent bij Sportcollege. We gaan het hebben over serieuze dingen. Tegenslagen, mindset, doelen stellen, dat soort dingen. Klaar voor? Ik ben er klaar voor. We beginnen met doelen stellen. Ik stel doelen omdat... Omdat dromen zonder doelen heeft geen zin. Omdat ik dan het beste uit mezelf kan halen. Wat is nu jouw langetermijndoel? Mijn lange termijn doel is een inspiratie zijn. Ik wil graag mensen aanzetten om te bewegen en om ze kennis te leren maken met wat sport met je kan doen. Mijn lange termijn doel is de allerbeste blijven en als allerbeste met pensioen gaan. Olympisch kampioen en wereldkampioen worden. Mijn korte termijn doel op dit moment is om dingen te doen die ik normaal niet zou kunnen doen door het topsportleven. Ik heb op dit moment even een pauze. Waardoor ik tijd heb en ruimte om andere dingen te doen. Bijvoorbeeld, ik wil een dagje vissen of ik ga wakeboarden of ik ga mijn oma helpen met tuinieren. Weet je, van die kleine dingen waar ik normaal nooit tijd voor heb. En waarom heb je dit? Waarom doe je dit? Omdat ik een beetje veel gevolleybald heb de laatste tijd. Ik heb heel veel in de zaal gestaan. En bij mij was de passie even wat minder. Het was er nog wel, maar niet genoeg om vol te gaan. En als je niet vol gaat, ja, waarom zou je dan niet doen? Dus ik hoop nu even op adem te komen. Veel plezier te halen uit andere dingen. En straks weer met volle passie en volle overgave. De plank uit de vloer te slaan. Wat nou als je als leerling uitstelgedrag hebt? Wat zou je tip zijn voor hen? Nou, ik heb daar ook wel mijn handje van, want ik doe dat ook wel eens af en toe uitstellen. Maar als het op sporten aankomt, niet. Wat het belangrijkste is, vind ik, dat als je je dag start, dat je al een soort van overwinning hebt. Dus op het moment dat jij je bed uitgaat, voel je nog een beetje moe, ga dan gelijk in de koude douche staan. Dat is iets wat niet fijn is, dat wil je niet doen, maar als je dat doet en toch even hard bent voor jezelf, dan heb je al de eerste overwinning van je dag. En dan is het voor je hersenen en voor jezelf makkelijker om dat ook te doen bij de rest van je dag. De tip is koud douchen. Koud douchen. Gelijk keihard ervoor gaan. Ja. Mindset is de manier van denken met betrekking tot je eigen vaardigheden. Focussen op de juiste dingen. De juiste mindset hebben is belangrijk omdat... Poeh. Nou ja, ik denk dat je mindset eigenlijk bijna alles wel bepaalt. Als je mindset niet goed is, dan doet je lijf ook niet wat je wil. En dan ga je nooit je doelen behalen. Dus je moet goed voor ogen hebben wat je wil en hoe je dat wil gaan bereiken. En daar heb je die mindset voor nodig. Mindset is de grootste bepaler voor succes. Het gaat gewoon om je eigen gedrag disciplineren eigenlijk. Vaak heb je discipline wordt in de verkeerde vorm van het woord gebruikt. Je denkt van... Ik word gedisciplineerd, ik word gestraft. Maar eigenlijk disciplineer je je eigen gedrag om te komen waar je wil komen. Dus het is eigenlijk een soort van vorm van zelfliefde. Ik leeg mijn hoofd door. Dat is lastig, want er gaat vaak veel door mijn hoofd. Ik heb verschillende dingen geprobeerd. Soms ga ik tekenen, laatste tijd puzzelen. Dat werkt heel wonderbaarlijk goed. Advies is dus, tip is, ga puzzelen. Puzzelen of gitaar spelen of... Ja, creatief. Creatieve dingetjes. Of dat nou koken is, muziek maken, tekenen, een boek schrijven. Te gamen. Wat is je laatste game dat je hebt gespeeld? Call of Duty. Oeh, oké. Okay. Yeah. Waar kunnen we jou nou voor wakker maken? Nou, niet makkelijk hoor. Nee, ik hou echt heel erg van slapen. Even denken hoor. Je mag mij wakker voor... Mijn moeder spaghetti mag je mij wakker voor maken. Wat voor recept is dat? Spaghetti carbonara. Oh, lekker. Met heel veel spekjes. Zeker. Door welke quote laat jij je inspireren? Doe het met passie of doe het niet.
En dat is eigenlijk bij alles in het leven. Waarom zou je iets doen als je er geen passie in hebt? Als je er niet van geniet? Plezier staat denk ik boven alles met alles wat je doet. Dus ja, de passie, de plezier, het vuur, het genot, ja, dat staat voor mij heel hoog. Werk aan het heden, dan werkt het heden aan de toekomst. Op het moment dat je alleen maar bezig bent van dan wil ik winnen of dan wil ik op de podium staan of ik moet winnen, dan ben je heel veel energie kwijt aan iets wat er nog niet is. Nu op dit moment kan jij een betere versie zijn, je kan meer concentratie hebben. Als daar jouw energie naartoe gaat, dan zul je ook merken dat je daar beter wordt. En dan komt het vanzelf, als je je beste versie bent, dat je de kans groter is dat je op het podium belandt. Wat is het laatste waar je nog beter in bent geworden? Het laatste waar ik beter in ben geworden is in antwoorden geven wanneer er een camera op mij gericht staat. Ook belangrijk. Dat doe je hartstikke goed. Dankjewel. Ease is a greater threat to progress than hardship. Dus dat wil eigenlijk zeggen, gemakzucht is een grotere bedreiging naar je succes, dus waar je wel eigenlijk wil komen, dan dat je een moeilijke start hebt gehad met whatever. Dat is dus een mindere tegenstrijd dan de gemakzucht die mensen vaak hebben. Dus die waar we bijvoorbeeld net over hadden, dat mensen dingen uit willen stellen. Dat is gewoon een vorm van gemakzucht. Een tegenslag is wanneer een gebeurtenis niet gaat zoals jij wil. Maar juist daarvan leer je een boel en leer je jezelf goed kennen. Ook topsporters hebben hiermee te maken. Kijken hoe zij hiermee omgaan. Als ik een wedstrijd verlies, dan ga ik. Ik ga eerst eventjes heel erg balen. Maar wij moeten heel vaak meteen schakelen, want binnen een half uur moet je soms alweer een wedstrijd rijden. Hoe ziet een balende jaren eruit? Nou, dat zou je misschien niet verwachten, maar ik kan best wel wat agressie in me hebben dan hoor. En dan pak ik bijvoorbeeld een flesje water en dan probeer ik die even ergens tegenaan te gooien, dat ik dus niet op mensen afreageer. Maar ja, ik probeer dan heel snel te kijken naar wat er wel goed ging in de rit of wat ik juist anders moet doen mijn volgende rit, zodat ik ervan leer. En het kan gebruiken in mijn rit erna. En ik probeer er dus niet in te blijven hangen dat het me tegenhoudt, maar ik probeer het juist te gebruiken om beter te worden. Het is altijd heel makkelijk, het is een soort van mens-eigen om de vinger te gaan wijzen naar alles en iedereen, behalve naar jezelf. En dat is niet alleen met wedstrijden, maar eigenlijk in principe met alles. Discussies, ruzies, gewoon überhaupt het leven. Wijzen we altijd naar iedereen behalve naar onszelf. Maar bijvoorbeeld toen we nu de Spelen niet hadden gehaald. Dit begin van dit jaar, toen was de wereld even te klein. Toen had ik wel... Even balen mag. Ja, even, we gingen wel wat flesjes en gingen wel door de lucht. Wat heb je geleerd van tegenslagen? Tegenslagen zijn misschien wel de belangrijkste, ik wil niet zeggen de meest mooie gebeurtenissen uit mijn leven, maar de belangrijkste. Ik denk van veel tegenslagen heb ik geleerd dat je ze kan gebruiken. Je kan overal uit iedere situatie een les trekken. Dus uit dingen die goed gaan kun je les trekken, maar ook aan dingen, uit dingen die niet goed gaan. Je kan ten alle tijde altijd boos blijven en blijven zoeken en blijven strijden, maar het heeft geen zin. Want we leven niet toen, we leven vandaag. Dus kijk naar de toekomst. En blijf niet continu naar achter kijken. Ik probeer eigenlijk vooral altijd positief te denken. Want uiteindelijk positiviteit trekt positiviteit aan. En andersom werkt het precies hetzelfde. Negativiteit trekt negativiteit aan. Maar het is ook belangrijk om te beseffen dat hetgeen wat je doet, dat hoeft niet per se sport te zijn. Dat kan ook andere passies zijn. Het kan ervoor zorgen dat jij leert leven op een manier dat je gelukkig kan zijn. Het is een tool, het is een instrument en een middel om geluk te ervaren. Het zit altijd in je koppie en dat is wat ik ook wil uitdragen. Persoonlijke groei wordt soms gezien als een zweverig begrip, maar dat is het allesbehalve. Het gaat om ontwikkelen en het uitdagen van jezelf. Ik maak mij elke dag beter door... Door mezelf iedere keer in de spiegel aan te kijken en te kijken wat komt beter vandaag, wat moet ik anders doen. Gewoon kritisch blijven op jezelf en niet te makkelijk denken. Dankbaar te blijven voor alle dingen die ik heb in mijn leven. Bloedfanatiek altijd, maar wel sportief blijven. Dus in verlies moet je ook kunnen glimlachen. Hoe maak jij jezelf beter? Zelfreflectie. Ik verleg mijn grenzen door. Continu de grens op te zoeken. Dus dat is de enige manier. Ik verleg mijn grenzen door best wel extreme dingen te doen. Ik train ook regelmatig met de IJsman, Wim Hof. Dat is een man die heeft iets van 21 wereldrecords op zijn naam staan. En één daarvan is dat hij 1,5 uur in een bak met ijsblokjes kan zitten en zijn temperatuur gewoon hetzelfde houdt. En met hem train ik ook regelmatig 40 minuutjes in de ijsblokjes zitten. En dat maakt me mentaal nog harder en dat levert weer betere prestaties op, geloof ik. Je mensen zijn vaak bang om te falen, maar iedereen die succesvol is in iets of goed in iets,
die hebben veel vaker gefaald dan dat ze succesvol zijn geweest. Alleen op het moment dat ze succes hebben, dan wordt het belicht. Wat staat er op nummer 1 van je bucketlist? Nummer 1, Olympisch kampioen worden. Daar ben ik heel erg simpel over. Basta, dat is hem. En op nummer 2? Nummer 2 is na het Olympisch kampioen worden ervoor zorgen dat ik het platform gebruik om anderen te inspireren met mijn verhaal en mijn boodschap. Als jij jouw jongeren zelf een advies zou mogen geven, wat is dat dan? Hele goeie. Be patient. Meer geduld hebben. Nou, dat je naast streng zijn voor jezelf, dat ben ik namelijk wel heel erg, maar dat je ook moet genieten van mooie momenten. Het is natuurlijk ook superleuk wat je doet, dus ja, zou ik wel wat meer van willen hebben genoten. Niks veranderen aan wat je gedaan hebt, want als je dat zou doen, dan zou je misschien niet komen waar je bent. Heb je wel spijt? Nee, absoluut niet. Nee. Spijt is niet nuttig in jouw idee? Spijt is een energieverlies. Die energie kan ook gaan naar positieve dingen en een positieve houding. Vroeger wilde ik altijd worden. Kickbokskampioen. Ding. Ding. 10 punten. Samen bereik je meer dan alleen. Dat weten de meesten. Teamsporters, maar ook individuele sporters, werken in een groep. Hoe doen ze dat nou precies? Laten we dat eens aan ze vragen. Het fijnste aan samenwerken met mijn team vind ik... Het fijnste aan samenwerken met mijn team vind ik om samen met elkaar van niets iets te creëren. En om te vertrouwen te hebben in elkaar en weten van oké, dit persoon vertrouwt mij, ik vertrouw dat persoon blind. En te weten dat no matter what, maakt niet uit wat er gebeurt, iedereen, hoe zeg je dat, ja, it's got your back, weet je. En we gaan er gewoon voor. En die groepsdynamiek en dat gevoel, ja, als alle neuzen dezelfde richting op staan en allemaal voor hetzelfde doel gaan, ja, dat vind ik geweldig. Voelt lekker. Ja, dat is echt top. Competenties die je echt moet hebben om met mij te kunnen samenwerken zijn? ik ben echt heel veel eisend. Ik hou van mensen die, net als ik, heel erg gedisciplineerd zijn. Hard willen werken, niet bang zijn om grenzen te verleggen. Die weten wat ze willen bereiken en daar alles voor willen doen. Niet klagen, positief zijn. Dus ik denk dat dat wel fijn samenwerkt met dat soort mensen. Gewoon letterlijk net zo gedreven zijn en zo graag bij je doel willen komen als ik. Mijn trainingsmaatjes maken mij beter doordat... Doordat ze me continu uitdagen. Ja, een training wil je niet onderdoen voor de rest. Dus ja, zo daag je elkaar heel erg uit. En daarnaast zijn we ook heel eerlijk naar elkaar. Dus we zeggen het ook gewoon als iets niet goed is of als iets niet bevalt. En ik denk dat dat wel echt de key is om elkaar beter te maken. Zijn, hebben jullie wel eens ruzie? Ja. Ja, omdat we dus gewoon zeggen en soms ben je een beetje geprikkeld en dan zeg je het net iets te hard. Maar ik denk dat je daardoor wel beter wordt. Wat is jouw tip voor de beste samenwerking? Een tip voor de beste samenwerking is: hoor elkaar. Luisteren. Dus ja, luisteren. Luisteren en daar met elkaar over sparren. Mijn tip voor de beste samenwerking is om met elkaar één gezamenlijk doel te hebben. En daar gewoon met z'n allen voor te gaan. En daarbij zal het misschien ook voorkomen dat je jezelf af en toe moet wegcijferen. Dus dat niet je eigen belangen vooraan staan, maar dat je kijkt van oké, wat is het beste voor mijn groep, voor het team. Ik denk dat de belangrijkste tip, we hebben als mensen altijd relaties met mensen waarmee we samen moeten werken. Dat is dat niet alles om jou draait. Soms moet je hetgeen wat je aan het doen bent belangrijker maken dan jouw rol daarin. Respect betekent dat je waardering hebt voor iemands prestaties, kwaliteiten of vaardigheden. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wil worden. Mijn raarste gewoonte is... Ik ga bij wedstrijden bijvoorbeeld altijd naar dezelfde wc. Als ik eenmaal bij eentje ben geweest, dan ga ik altijd daarheen. Ik moet gewoon wat rituelen hebben. Dat geeft een beetje houvast, denk ik. Ja, oké. En het maar werkt, maar dat weet mijn familie niet, hoor. We hebben hier een primeurtje. Ja. Altijd mijn haar voor de wedstrijd, sowieso standaard. Dat doe ik al jaren. Altijd mijn haar moet gewoon goed zitten. Als mijn haar niet lekker zit, dan speel ik... Maar hoe kan je haar niet goed zitten? Nou, door het gewoon niet goed genoeg te doen. Ik ben het meest dankbaar voor... Het leven wat ik kan leiden. Ik denk dat het heel bijzonder is dat ik mijn dromen zo kan volgen. En ik ben daar echt super dankbaar voor. Ik denk niet dat dat voor iedereen is weggelegd. Het moet natuurlijk ook wel allemaal kloppen. En mijn ouders hebben me die goede dingen aangeleerd en die kansen aangereikt. En daar ben ik wel dankbaar voor. De lessen die ik heb gehad in mijn leven. Dus ze waren niet altijd even
makkelijk, ze waren niet allemaal even pijnloos, maar ik ben er wel dankbaar voor. Want daarvoor ben ik de persoon die ik vandaag, daardoor ben ik de persoon die ik vandaag ben. En heeft het me geholpen in alles eigenlijk wat ik nu heb en heb bereikt. Ik ben het meest dankbaar voor het platform die ik heb gekregen door sport. Alle leuke dingen, dat ik nu hier in het sportcollege ben bijvoorbeeld en anderen hopelijk mag inspireren. Dat zijn toch wel de kersen op de taarten in mijn leven. Er is ooit één coach geweest in mijn leven. Op dat moment ging het niet zo lekker en toen ben ik gestopt met Jeugd Oranje, bla bla bla. En toen kwam hij terug en toen zei hij, ik denk dat jij het Nederlands team kunt halen. En niet, ik wist niet eens wat het Nederlands team was, bij wijze van spreken, maar puur het feit dat er één persoon was die uitsprak naar mij van, ik denk dat jij het kunt halen, dat heeft mij zo diep geraakt. En sindsdien is het zeg maar, ja, dat is een pijl omhoog gegaan. Dus ik ben dankbaar voor deze man, voor Patrick Tournay, heet hij. Dat hij het raakt je, zie je? Ja, het raakt me echt. Dat hij mij erbij getrokken heeft. En mede dankzij hem sta ik nu hier, ben ik nu hier. Een boel respect voor hem. Heel veel respect voor hem, ja. Excelleren is uitblinken, schitteren, elke dag beter willen worden. En dat kunnen onze topsporters als geen ander. Wat is het beste advies wat je van je ouders hebt gekregen? Vooral op menselijk vlak, door altijd eerlijk en vriendelijk te blijven naar mensen. Veel normen en waarden hebben ze me bijgebracht. Ik groeide niet zo goed toen ik jong was. En ik paste geen noren. Dus we begonnen op houtjes en al mijn vriendjes en vriendinnetjes die gingen op noren en ik paste geen noren. Toen heeft mijn vader een brief geschreven naar Viking, de fabrikant die noren maakt. En die hebben speciaal voor mij noortjes gemaakt in maat 28 of zo. En toen kon ik blijven schaatsen, dus zo hebben mijn ouders al laten zien. Als je iets wil, moet je er gewoon even voor gaan. Ja. Het kan echt wel even een beetje out of the box denken. Welke tip geef jij nou aan de leerlingen om elke dag het beste uit jezelf te halen? Zet doelen voor jezelf. Dus doelen om dichter bij je droom te komen. En je kan dagelijkse doelen zetten, je kan wekelijkse doelen zetten, maandelijkse doelen, jaarlijkse doelen. En dan stel je er eentje die misschien wat dichterbij ligt en dan ga je weer een stapje verder, ga je weer naar een ander doel. En dat werkt. Uiteindelijk zijn het allemaal continu kleine overwinningjes die uiteindelijk bij die ene grote overwinning gaan brengen waar je graag wil komen. Wat doe je vandaag om uiteindelijk bij je doel te komen? De tip die ik alle leerlingen geef is om plezier te hebben in wat je doet. Als jij alles wat je doet leuk kan maken, dan zul je merken dat het geen energie kost. En dan zul je ook merken dat de kans groter is dat je succesvoller wordt in hetgeen wat je doet. En dat kan huiswerk zijn, dat kan iets zijn wat je leuk vindt. Het gaat erom dat je de manier vindt om er plezier in te hebben en er is overal plezier te vinden. Ik vond dit heel plezierig. Dankjewel en ik ook. Dankjewel Tessa. Dit was het NOC-NSF Sportcollege. We hopen dat we jullie hebben geïnspireerd en een beetje aan het denken hebben gezet. Neem ook eens een kijkje op de social media kanalen van Team NL. Want hier vind je de beste sporters van Nederland. Eén team, één ambitie. De beste van de wereld worden. Want sport doet iets met je. Doeg!